De eerste wedstrijd in het Toekomstjournaal is die van de D1 van Ajax tegen Spijker Nisse D1. De D1, getraind door Michel Kreek, staat eerste in de pool en is dus op weg naar een landstitel. De D1 is een talentvol team en dat laten ze ook deze wedstrijd zien tegen Spijker Nisse, want hier komt de eerste goal aan en het is een kopbal van Leon Bergsma. Centrale verdediger kopt een bal in op aangeven van Vince Gino Dekker. En de D1 speelde goed zoals gezegd. Hier weer Gino Dekker. Weer met de voorzet. En wederom een kopbal. En het is het doelpunt van Abdelhak Nouri. De talentvolle aanvallende middenvelder kopt de bal over keeper Abbas van Spijker Nisse. Hij baalt, maar hij zal er nog meer om zijn oren krijgen deze morgen. Deze zaterdagmorgen op de toekomst. Want hier is weer Gino Dekker weg. En weer een voorzet. En een prachtige halve omhaal van Eligio da Cruz. Een geweldig doelpunt. Dat wordt samen gevierd op een troosteloos regenachtig de toekomst. D1 zoals gezegd koploper. En die gaan ze vandaag niet verspelen, want hier zit 4-0 voor Mauro Savastano. Links buiten van Ajax. Klopt keeper Abbas. 4-0 inmiddels. En dan een slechte uittrap van de keeper. En de voorzet komt terecht bij Abdelhak Nouri. Die is niet zelfzuchtig. En dan is het weer Mauro Savastano. Hij tekent voor zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En de 5-0. Prima eerste helft dus voor de D1 van Michel Kreek. Gino Dekker met een vrije trap. Ja, en die zit er lekker in hoor. Prachtig met het linkerbeen in de kruising gekruld. Is een herhaling wel waard. Hier de vrije trap. Heerlijk in de bovenhoek. En na twee assists nu ook zijn doelpunt. En deze bal is prachtig doorgespeeld door Eligio Dacruz. Hij komt uiteindelijk terecht bij Mauro Savastano. En hij bepaalt de ruststand op maar liefst 7-0. En dan is de ploeg van Michel Kreek hard op weg naar dubbele cijfers. Maar in de tweede helft deden ze het iets rustiger aan. Of misschien speelden ze iets slordiger. In elk geval, ze toonden medelijden met Spijker Nisse. Hoewel hier is het nog wel Steven Bergwijn, de invaller, die er 8-0 van maakt. En halen ze dan in ieder geval nog wel de 10? Nee, ze blijven hangen op 9. En die is nu in de maak. Want hier is de voorzet. En die komt terecht bij Abdelhak Nouri. En hij tekent voor het laatste doelpunt van de wedstrijd. De D1 wint met 9-0 van Spijker Nisse en blijft daarmee koploper in hun pool. En dan een andere koploper van Ajax. De B1. De ploeg getraind door Robin Pronk staat ook bovenaan in hun competitie. En speelde zaterdag tegen Sparta B1. En hier is de vrije trap voor Ajax in de maak. Nummer 7 Leslie de Sa werd neergehaald. En een mooie plek voor een vrije trap. En dan is het Wazim Boui die hem onder muur krult. En langs de handen van de keeper. En de 1-0 op het bord zet. Prima vrije trap van Boui. Talent van de B1. En die zit er lekker in. Hier Ondaan. De linksbuiten met een voorzet. Wordt overgekopt door de Sa. Maar Ajax sticht gevaar in de beginfase van de wedstrijd. Sparta dat verdedigend speelde. Maar zeker in het eerste half uur door het hoge baltempo van de B1 zoek werd gespeeld. Hier is het Fenich met de voorzet. Afgeslagen, zo lijkt het althans, is het Ondaan. Hier met het schot. En die is een prooi voor keeper Bosje van Sparta. En kan Sparta dan wat? Met de opbouw van achteruit. Ajax jaagt door, met name Rowendi Schoop. En die krijgt zomaar de bal terug van de Spartaan. Ja, die kans moet je hem niet geven, want dan is het 2-0. Cool afgemaakt. Een slecht uitverdedigen van Sparta. 2-0 en een verdiende treffer ook. Goed doorgejaagd. Ja, en dan dwing je de tegenstander tot fouten. En leid je dus de 2-0 in. De B1 dat een zwaar programma voor de boeg heeft. Met aanstaande zaterdag een wedstrijd tegen Willem II RKC B1. En daarna
Feyenoord B1 en twee keer, in korte tijd, een wedstrijd tegen PSV B1. Flink aantal toppers dus op het programma. Maar hier weer een corner, nog steeds in de eerste helft. En die bal wordt van de lijn gehaald, maar gaat er dan uiteindelijk toch in. En zo komt de Ajax voorrust nog op een 3-0 voorsprong door het doelpunt van Sandro Schenk. Klutsituatie bij de corner. Maar geheel verdiend 3-0. Krijgt de bal wat gelukkig voor zijn voeten, maar tikt hem toch binnen. In de tweede helft dan de ingang voor Ajax en die komt terecht bij Sparta. En zo krijgen zij hun eerste kansje van de wedstrijd. Het schot van Adnan Bajic is een makkelijke prooi voor keeper Peter Leeuwenburg van Ajax. En zo heeft hij ook nog wat te doen. Ziet ook trainer Pronk. Die in de afloop aangaf dat zijn ploeg goed voetbalde, met name in de eerste helft. Daarna zakt het tempo een beetje weg. Maar toch zijn er nog wel een aantal doelpuntjes in de maak. Hier al een kansje. Voor Ondaan. Schot naast. Maar goed naar binnen gesneden. Van de linksbuiten. Mitchell Dijks. Krijgt de bal weer terug. Hier weer Ondaan. Ja, en dan is Robin die Schoop weg. Maar krijgt Ajax een vrije trap. En de vrije trap van Ondaan. En die zit er prima in. Zagen we juist, zojuist bij de D1. Een mooie vrije trap van Dekker. Hier is het Ondaan. Met een prima vrije trap. En hier jaagt hij weer op de bal. Er zit Sandro Schenk. Die speelt Youssouf Fenic vrij. En zijn schot wordt met de hand geraakt. Zo lijkt het althans. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Mitchell Dijks. Mee opgekomen. Haalt de achterlijn. Zijn voorzet komt terecht bij Wazim Boui. En hij maakte 5-0 van. Een afstraffing voor Sparta. En de B1 geeft het goede voorbeeld voor de A-selectie voor aankomende zondag. Goeie voorzet hier. En Wazim, die alvallend de bal in de verre hoek schiet. Een prima overwinning voor de B1. En een prachtige opmaat voor de lastige komende weken.